Het is heel raar om te zingen en mensen niet te zien. Maar ik ga wat muziek voor jullie maken. En ik kijk uit naar een heel mooi gesprek zometeen. Here we go. If I try to take you there, would you come with me? Reason flies, the fear is scared. Ocean loves the sea. Ocean loves the sea.
Hallo. Als er mensen zijn. Het is zo raar om te doen. Het is echt niet normaal. Maar fijn dat jullie er zijn. Als jullie er zijn. Ik zie nog een persoon erbij. Armando. Men drupt langzaamaan binnen. Er zijn inmiddels 30 mensen aan het kijken. Leuk, leuk, leuk. Ik ga weer door met de volgende. En deze heet Stay True. Stay True to Yourself. En ja, zeker in deze tijden vraagt dat iets van ons allemaal. En hopelijk nadat alles een beetje gestabiliseerd is, of we met z'n allen een betere kant op kunnen gaan. And to stay true to our ideals as well. Everybody needs to lose in order to find. And everybody needs to feel what is real in order to lie. Oh. Even if this life is mean, you've got to stay true to yourself. 'Cause that what you feel inside is the only thing you know. It's the only thing you know for sure. And if you come to question yourself, you better ask yourself why. Others think what they want. Don't let them get to your mind. Don't let them get to your own. Even if this life is mean, you got to stick true to yourself. Is that what you feel inside? It's the only thing you know. It's the only thing you know for sure. It's the only thing, baby, it's the only thing. The only thing you know for sure. Feelings, no, you can't ignore. It's the only thing, baby, it's the only thing. The only thing you know for sure. Feelings, no, you can't ignore. When it's in front of your eyes, you cannot deny the truth. Keep on running and try to hide, but the truth will find you. Between the earth and the sky lays the essence of life. Stay true to yourself, don't be wasting your time. When it's in front of your eyes, you cannot deny the truth. Keep on running and try to hide, but the truth will find you. Between the earth and the sky lays the essence of life. Stay true to yourself, don't be wasting your time. 'Cause myself too many times, living up to someone else's desires. Oh, so don't be living no life. Stay true to what you feel, to what you feel inside. Hallo nieuwe mensen. Ja, ik hoor Christina Aguilera op de achtergrond, maar het is oké. Het is oké. Cool. Volgende heet Love Song. Mm-hmm.
Now let me write this song for you to let you know that I love you, I do. Sometimes I wonder what I've done to deserve you. Ooh, I do. And I want to apologize for my blindness. Sometimes I only see myself. But you always are there right by my side, giving your support and advice. And baby, your love is priceless. Whenever I'm wrong, you take me in your arms and show me the right way to go. You got a heart of gold. Accept and never return of life. You've got a freedom of mind. And with you, that peace I find. Ooh. Now where to start with telling you how much your love has touched my heart, how wonderful you are. I love you. See, I prayed for you and there were no questions asked and no answers. We just fell in love, yeah. And I love the way we fight sometimes, but we always try to make it right. Ooh, it's priceless. So hold me close, please don't let go. I wrote this song to let you know I love what you're doing to me. Whenever I'm wrong, you take me in your arms and show me the right way to go. You got a heart of gold. Accept and the return of life. You've got a freedom of mind. With you, that peace I find. Oh, yeah. Whenever I'm wrong, you take me in your arms and show me the right way. The right way to go. Accept and the return of life. You've got a freedom of mind. And with you, that peace I find. Dankjewel. Ja, ja, iedereen wordt super blij van je, Shishani. Dankjewel voor deze mooie muziek om de avond mee te beginnen. Mm-hmm. Hallo en welkom iedereen. Welkom bij alweer de derde editie van Klimaatstrijd in Crisistijd. Mijn naam is Kothar, vandaag ben ik jullie host en het belooft een hele mooie avond te worden. Niet alleen omdat Shishani nog twee keer gaat terugkomen, maar ook omdat we een heel interessant programma in elkaar hebben gezet. En vandaag gaan we het specifiek hebben over landbouw en kapitalisme als het gaat om pandemieën en hoe zij daarin een rol spelen. Daarvoor hebben we drie hele interessante gasten, die ga ik zo meteen aankondigen. Maar voor ik dat doe, wil ik jullie iets vragen. De afgelopen twee sessies waren ontzettend bijzonder. Niet alleen door de inhoud, maar ook door de chat die parallel werd volgemaakt door jullie adviezen, suggesties, ervaringen, vragen, grappen zelfs. Dus blijf daar vooral mee doorgaan. Ontzettend leuk om mee te kunnen lezen. En het deelt ook weer een deel van jouw ervaring met anderen. Voel je ook vooral vrij om vragen te blijven stellen in de Q&A-optie. Dat kan dus links onderin je scherm. Stel je vragen daar en niet in de chat, want dan raken we ze niet kwijt. En dan kunnen we daar gedurende de avond op terugkomen. Nogmaals welkom bij Klimaatstrijd in Crisistijd. Vandaag gaan we het hebben over landbouw en kapitalisme. En wat die nou te maken hebben met deze crisis waar we in zitten. Daar hebben we ontzettend interessante gasten voor weten te strikken. We hebben hier Linder uit Brabant. Die is al ruim 20 jaar actief binnen verschillende sociale bewegingen. Hij is ook permacultuurboer, dus letterlijk practice what you preach hebben we hier in huis. Heel interessant om te horen wat hij ons te vertellen heeft. Na Linder zullen we van Anna Hilde horen. Of Hilde Anna, mijn excuses. Die werkt bij Greenpeace als campaigner duurzame energietransitie. En die zal ons van alles en nog wat vertellen over... Oh jee, er wordt geschud. Zeg ik het verkeerd?
Duurzame landbouw, natuurlijk, daar hebben we het vandaag over. Campaigner Duurzame Landbouw, en die weet daarvan alles over. En ze gaat ons meenemen in haar verhaal daarover. En dan hebben we Mayna, die is ook ruim 20 jaar actief binnen verschillende sociale bewegingen. Ook vanuit de Internationale Socialisten. En we gaan het flink hebben over hoe we nou vanuit systeemverandering ook onze problemen moeten aanpakken. Dus daar kijk ik ontzettend naar uit. Ik kijk even in de chat. We hebben Ciaran uit Nijmegen, Lene en Tom in Gent. We gaan de grens al over, beste mensen. We hebben ook Hans uit Oost-Brabant. Ik denk dat Linde dat wel leuk vindt, want die komt ook uit dezelfde streek. We hebben Amersfoort, Leusden, Utrecht. En we zitten met meer dan 100 mensen inmiddels. En ook nog vanuit Friesland. Heel tof. Dank voor het voorstellen allemaal. Leuk dat jullie hier met z'n allen zijn. En laten we er iets moois van maken en dan geef ik het woord aan Linder. Ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal. Hoi allemaal. Mijn verhaal begint in ieder geval met de analyse dat de problemen die we nu rondom corona hebben veroorzaakt worden door hetzelfde systeem waar we eigenlijk altijd al tegen strijden. Dus de juist daarom nu in tijd van corona het belangrijk is om die strijd gewoon keihard door te pakken. Specifiek, waar we nu, als we het nu over de landbouw hebben, is eigenlijk de combinatie van industriële landbouw, monocultuur en schaalvergroting, in combinatie met mondiale vrijhandel. Twee systemen die met name kapitalisme heel goed dienen. Dat enerzijds creëert die combinatie klimaatverandering, virusuitbraken, ontwikkeling van allerlei schadelijke virussen, ecosystem collapse, sociale ongelijkheid. Allemaal problemen waar we sowieso al tegen strijden. En die schaalvergroting die zorgt eigenlijk dat boeren gedwongen worden naar innovatie. Grote leningen bij banken. Boeren die eigenlijk in een soort dwangbuis terechtkomen. En uiteindelijk leidt het gewoon dat systeem tot boze boeren. Tegelijkertijd is die industriële landbouw, die grootschalige monoculturen en die mondiale vrijhandel, die is ontzettend kwetsbaar voor die dingen die die creëert. Het is ontzettend kwetsbaar voor klimaatverandering, de extremere weertypes die we nu hebben, de extremere droogte, de extremere natte zomers die we ook gaan krijgen. Daar is zo'n monocultuur landbouw heel erg kwetsbaar voor. Juist kleinschalige diverse landbouwsystemen zijn daar veel minder kwetsbaar voor. Een lokale economie, een lokale landbouw is veel minder kwetsbaar voor crisissen. Of dat nou een door corona veroorzaakte crisis is of een andere crisis. Dus de oplossing die we nu nodig hebben om niet meer dit soort virusuitbraken, maar ook klimaatverandering en allerlei andere problemen te veroorzaken, is dezelfde oplossing die we eigenlijk nodig hebben om onszelf weerbaar te maken tegen klimaatverandering, tegen virusuitbraken en allerlei andere mondiale problemen die we kunnen krijgen door dit soort uitbraken. Ja, dat was hem. Dat was kort en krachtig. Ja, oké, top. Dan gaan we door naar de tweede spreker van vanavond, Hilde Anna. Goedenavond allemaal. Ik ga even een PowerPoint met jullie delen. Een seconde. En eigenlijk zoals Linder al aangaf, denk ik dat er heel veel overlap zit in onze verhalen. Om het even zeg maar heel kort te laten zien. Hè, de landbouw, ons huidige landbouwsysteem, is eigenlijk volledig uit zijn voegen gebarsten. Het is eigenlijk een hele grote aanjager van de biodiversiteitscrisis waar we ons op dit moment in bevinden. En speelt ook een grote rol in de klimaatcrisis. Als we even specifiek kijken naar wat er in Nederland gebeurd is. Hè, we hebben 115 miljoen dieren in ons kleine landje. De hoogste veedichtheid sowieso van Europa en afhankelijk van hoe je het meet van de hele wereld in bepaalde gebieden in Brabant. We hebben last van gezondheidsschade door fijnstof, dierziekten. We hebben een hele slechte sociaal-economische positie van het gros van de boeren in Nederland. De boerenstand is sinds 2000 ongeveer gehalveerd. Nou, al die dieren met elkaar, die produceren een enorme berg mest. Dat draagt bij aan de uitstoot van broeikasgassen, maar ook ammoniak, wat eigenlijk een heel groot aandeel heeft in de stikstofcrisis, die jullie ongetwijfeld ook nog wel herinneren van vlak voor corona. Dus natuurschade.
Zowel door de veehouderij, nogmaals die mest, de ammoniak, maar ook door de, het intensieve gebruik van bestrijdingsmiddelen, omdat we ook veel met monoculturen werken. Het gaat niet alleen om de gewassen die we telen, maar ook monocultuur in het type dieren wat we houden. Wat heel veel Nederlanders niet zien als we naar een Nederlandse weiland kijken, is dat dat eigenlijk vooral één koeienras is, wat op één grassoort zit, staat. En mensen zien dat eigenlijk nog steeds als natuur, wat eigenlijk totaal niet aan de orde is. Ja, en als we dan kijken naar ook de gevolgen voor buiten Nederland, wordt er op grote schaal ontbost voor sojavoer, bijvoorbeeld in landen als Brazilië. Nou, die sector in Nederland, alleen de veehouderij, die draagt bij voor 12% van de uitstoot van broeikasgassen die wij uitstoten met z'n allen. Nou, als we kijken naar het probleem, of nog even terug hier naartoe, ik weet niet of jullie daaronder zien. Als je kijkt naar de externe kosten, dat is een van de problemen die dit systeem kenmerken, is dat die nu niet mee worden genomen in de manier waarop er naar de sector wordt gekeken. En je ziet vaak ronkende cijfers over grote export, een na grootste landbouw. Exporteur wereldwijd. Maar als je alleen al kijkt naar de externe kosten voor klimaat, natuur en gezondheid binnen de Nederlandse grenzen, dan is dat in 2018 alleen al 6,6 miljard euro. En dat is een conservatieve inschatting. Als je kijkt naar het systeem, het is eigenlijk al begonnen met het beleid wat er na de Tweede Wereldoorlog is gevoerd. Eigenlijk de Mansholt-visie, waarbij vooral werd gekeken naar schaalvergroting en intensivering, maar ook honger. Gedachten weg te helpen. Er zitten ook tal van landbouwmythes omheen die nu het systeem in stand houden. En wij voeden de wereld, wat een illusie is. Banken, wat Linder ook al zei, Rabobank, die 85% van de sector financiert, stuurt echt op schaalvergroting en intensivering. Eigenlijk ongeveer 2/3 als we kijken naar de veehouderij. Dat gaat linea recta de grens over. En bijvoorbeeld voor de kalverhouderij gaat dat om zelfs 90-95%. Verder, de supermarkten hebben een hele grote machtspositie in de keten, waardoor ze de boer uit kunnen knijpen met marges. Die boer die heeft dus een hele slechte positie op dit moment. En het is heel lastig voor boeren om groen te handelen, op groen te denken, als je rood staat. En eigenlijk zitten heel veel boeren ook vast op een pad, een soort van padafhankelijkheid. Als je eenmaal hebt geïnvesteerd in een bepaalde vorm van landbouwbedrijven, is het heel lastig om daar nog structurele problemen in aan te brengen. Nou, we hebben op EU-niveau hebben we gemeenschappelijk landbouwbeleid. Daar gaan miljarden in om, landbouwsubsidies die niet op de juiste manier worden besteed. Tegelijkertijd heb je dan ook weer dat eigenlijk de onderzoeks- en de investeringsagenda, die wordt bepaald door onderzoeksinstituten als Wageningen en het topsectorenbeleid, wat voor veel mensen niet echt bekend is, maar waar eigenlijk geld in niet de goede oplossing wordt gestoken en de situatie dus ook in stand wordt gehouden. We hebben hoge grondprijzen. En eigenlijk, het beleid van de Nederlandse overheid is jarenlang gestoeld op het pappen en nat houden van de sector onder invloed van onder andere de landbouwlobby, LTO, dat is de grote boerenlobby, de zuivelindustrie, de NZO, Friesland Campina, Rabo, de industrie, dus bestrijdingsmiddelenproducenten en dergelijke. Als we kijken recent naar de stikstofcrisis, dan zie je bijvoorbeeld het landbouwcollectief, wat ook eigenlijk totaal niet op een constructieve manier echt het probleem het hoofd wil bieden. En waarbij ook de toekomstboer, wat eigenlijk de groene boer is, niet aan tafel wordt gezet. Maar de uitkomst, de transitie die eigenlijk heel hard nodig is, een transitie naar ecologische landbouw met drastisch minder dieren, wordt actief geblokkeerd. Er is geen politieke meerderheid op dit moment voor echt een grote transitie. Wordt vooral ingezet op dure onbewezen en de pipemaatregelen die ook boeren weer vasthouden in een onhoudbaar systeem. We zullen op die manier verder doorgaan met intensivering. Als je de lijn doortrekt, hou je dan in 2030 opnieuw de helft van het aantal boeren over wat je nu hebt. En we zien eigenlijk afgelopen vrijdag weer dat het de aanpak van de stikstofcrisis ineffectief is. Het klimaatakkoord van afgelopen jaar was onvoldoende. En als we kijken naar wat er nu rond corona gebeurt, er worden dus miljarden uitgetrokken. We zien nu al dat LTO alweer inzet op uitstel van verduurzaming in de sector. Vooral de sectoren die nu in de problemen komen blijven steunen zonder dat daar grote voorwaarden aan worden gekoppeld. Inmiddels zijn er een aantal miljoen naar de vervuilende sierteeltsector gegaan, ongeveer 600 miljoen. Vanuit de EU wordt ingezet op opslag van zuivel en vlees.
En eigenlijk valt er wel te verwachten dat andere sectoren, zoals de kalverhouderij die al heeft aangeklopt op financiële steun, de melkveehouderij, de ene sector en mogelijk ook de varkenshouderij, nog voor aanvullende financiële steun gaan vragen. Maar die miljarden die we nu uitgeven, die kun je maar één keer uitgeven. En we hebben nog een korte window om de biodiversiteit en de klimaatcrisis aan te pakken. Dus er zal echt nu moeten worden gekeken van hoe gaan we dat geld dan besteden. En als we dan ook kijken naar specifiek de link met corona. Corona zelf is niet gelinkt aan de industriële veehouderij. Maar de industriële veehouderij speelt wel een rol in het ontstaan en de verspreiding van virale infecties als COVID-19. En ongeveer 73% van alle opkomende infectieziekten zijn afkomstig van dieren en door mensen gehouden diersoorten. Die een buitengewoon aantal virussen overbrengen op de mens. En dat risico is vooral aanwezig bij sectoren waar heel veel dieren bovenop elkaar worden gezet, op grote afstanden worden vervoerd, wat het risico op overdracht mogelijk kan vergroten. En aan de andere kant, het feit dus dat ons landbouwsysteem ervoor zorgt dat we ecosystemen afbreken, dat tropische regenwouden weg worden gehaald, zorgt ervoor dat er 30... stimuleert eigenlijk dat risico van 31% van uitbraak van opkomende ziekten, dat die samenhangen met veranderingen in landgebruik, waar dus de landbouw nogal debet aan is. Dankjewel. Dan gaan we door met Mayna. Die gaat iets meer vanuit macroniveau dit probleem beschouwen. Ik ben heel benieuwd. En stel dus vooral je vraag via de Q&A-optie en stem ook op de vragen die je graag beantwoord wil zien. Mayna? Ja, ik wil beginnen bij het laatste punt dat Hilde maakte. Namelijk de link tussen COVID-19 en intensieve veehouderij, of eigenlijk het hele landbouwsysteem. En het is ontzettend opvallend dat op dit moment de wereld in zijn greep wordt gehouden door een pandemie. Dat er immense recessie intreedt en dat er nauwelijks discussie is over wat is de grondoorzaak van de crisis waar we op dit moment mee dealen. Het doet me denken aan de grote Australische bosbranden en dat er toen in Australische media en politiek niet de link met klimaatverandering werd gelegd. Dus er wordt heel weinig naar grondoorzaken gekeken, terwijl die ook in het geval van virusuitbraak, zoals Hilde net zei, bekend zijn. En hier is al decennia voor gewaarschuwd dat met ontbossing, dat met intensieve veehouderij, het contact en conflict tussen mens en dier toeneemt en dat leidt tot overdracht van allerlei virussen en dat dit gaat toenemen. Gisteren hebben gezaghebbende wetenschappers van een intergouvernementeel platform over biodiversiteit en ecosystemen daar wederom voor gewaarschuwd. Als we op deze voet doorgaan, dan volgen er pandemie op pandemie en dan zullen we hier ontzettend onder lijden. En die doen dan een oproep van stop de destructie van de natuur. Maar de vraag die we ons volgens mij ook moeten stellen is van, waarom dendert dit wel door? Want net zo goed als met pandemieën, vogelgriep en andere uitbraken, als met het klimaat. En dat is de eerste belangrijke overeenkomst tussen COVID-19 en de klimaatcrisis. Is de mensheid wordt hier al decennia met de meest urgente rapporten voor gewaarschuwd. En het dendert maar door. Er is een hele systemische ontwrichting tussen mens en natuur. En we moeten ons afvragen van hoe kan het dat het zo moeilijk is om hierin in te grijpen? En aan de ene kant denk ik dat de klimaatbeweging dat begrijpt van het is systemisch. Je ziet heel veel borden met system change, not climate change. Maar er is betrekkelijk weinig discussie over van maar wat is het systeem precies en hoe werkt het? En ik denk dat daar ook voor een klimaatbeweging, dat links is best veel systeemkritiek kwijt. En ik denk dat we er goed aan doen om onder andere ook critici van kapitalisme, voornamelijk Marx, andere economen, om ons daar weer in te verdiepen van hoe werkt kapitalisme eigenlijk. En ik wilde een aantal fundamentele kenmerken naar boven halen om beter te begrijpen van waar dealen we mee. We leven in een economie, bestaat om een paar honderd jaar, maar waar alle productie is op basis van uitbuiting voor winstbejag.
En waarin bedrijven met elkaar concurreren. En dit leidt tot een oneindige cyclus van kapitaalaccumulatie. En dat is de drijfveer. Of je gaat mee, je eet andere bedrijven op en je groeit, of je wordt zelf gegeten. Dus het is een hele dwingende dynamiek waar al die bedrijven en ook staten in gevangen zitten. He, die concurreren allemaal met elkaar. En dat zorgt ervoor, niet alleen maar dat er heel veel verspilling is en korte termijn denken, wat we zien, maar eigenlijk dat wat irrationeel is vanuit een oogpunt van de maatschappij, is rationeel vanuit het oogpunt van het bedrijf. Dus als jij winst kunt maken met grootschalige ontbossing, met het dumpen van gif, met meer vistrawlers de oceaan opsturen om de zeeën leeg te vissen, om methaan uit de bodem van de oceaan te winnen, om als het ijs smelt olie daar te gaan winnen, het is allemaal rationeel. En die bedrijven, die hebben die grote multinationals, miljarden aan investeringen in zitten, die ze eruit willen halen. Ze willen daar meer winst op maken. Dus dat is zeg maar de dynamiek waar we in gevangen zitten. En die leidt tot een steeds verdere ontwrichting van zeg maar, de relatie tussen mens en natuur. En niet tot die fase hebt, zeg maar, waar we nu in zitten. Van ja, het is nu of nooit. Het is deze generatie. Anders wordt het onomkeerbaar. Wat ook het angstige erin is. Maar des te belangrijk dat we systeemkritiek zeg maar, meer moeten omarmen. Ook omdat als het de vraag van oké, wat nu te doen, dat dat niet zit in ons consumentengedrag veranderen of onze levensstijl, maar dat het om veel grotere vraagstukken gaat van echt controle nemen over de economie en over multinationals. En ook hier denk ik dat de COVID-19 en klimaatcrisis helemaal samenkomen, omdat je nu ziet in de huidige crisis van hoe logisch het is om een farmaceutische industrie te nationaliseren. En ik zie dat ik over 5 minuten ben, dus ik rond af. En hetzelfde geldt voor geldt ook op voor de industriële landbouw, bedrijven als Bayer, voor farmers of fossiele bedrijven als KLM, als Shell. Als we die hun gang laten gaan, gaat de planeet eraan. En we zullen dus dat soort bedrijven onder controle moeten brengen. Niet reguleren, maar echt controle. En dat is denk ik de uitdaging waar, de grote uitdaging waar de klimaatbeweging voor staat. Okay. Dankjewel Mayna. Ik kijk even ook mee in de chat. Complimenten en waardering voor al jullie bijdragers. Heel tof. En de vraag wat nu, die jij zojuist ook stelde, die gaan wij deels proberen te beantwoorden deze avond. In een paar minuten. Dus de oplossing komt er niet vanavond, maar wel de aanzet daartoe. Dus daar gaan we zo meteen samen mee aan de slag. En dank voor alle vragen die jullie aan het insturen zijn. En dank voor het stemmen daarop. Ik zou graag een aantal daarvan met jullie willen doornemen. Om te beginnen met de vraag van Ricarda. Die vraagt, moeten er minder boeren komen of moeten de boeren vooral minder dieren houden? En als er minder boeren komen, wat gaan die boeren dan doen? Linder, als collega ben ik heel benieuwd naar hoe jij dit voor je ziet. Ja, nee, er moeten zeker niet minder boeren komen, er moeten veel meer boeren komen. Hè. Als we de schaal willen verkleinen, dan hebben we veel meer kleine bedrijfjes nodig in plaats van wat kapitalisme nu veroorzaakt, wat schaalvergroting veroorzaakt, is dat je eigenlijk alleen nog winst kan maken als je in je eentje heel veel hectares hebt en met zo groot mogelijke machines werkt en zoveel mogelijk industrialiseert. En dat is een model van landbouw wat heel goed werkt om een paar mensen heel veel geld te laten verdienen. Maar vervolgens vallen er heel veel boeren buiten de boot. Er gaan, ik geloof, al een jaar of 10, 8 boeren per dag failliet. Dat zijn natuurlijk de kleintjes. Die bedrijven worden opgeslokt door de allergrootste. En ik denk dat waarschijnlijk al 60-70% van de boeren al jarenlang tegen faillissement aanzit en het heel erg moeilijk heeft. Dus op het moment dat we daarin gaan investeren en we zeggen tegen hun, je kunt weer een bedrijf gaan draaien en ook daadwerkelijk een inkomen eruit halen op het moment dat jij gaat diversificeren en schaal gaat verkleinen, dan gaan we in effect eigenlijk meer voedsel produceren, maar met ook meer mensen die daar een inkomen uit halen. Dat kan wel alleen als we de competitie met internationale handel los gaan laten. Hè? Op het moment dat je wereldhandel hebt en alle boeren moeten concurreren met de boeren die bijvoorbeeld ergens in Rusland een heel goed jaar hadden, dan is dat niet tegenop te knokken. Mm-hmm.
Hilde Anna, jij liet net ook wat cijfers zien, hè, over de sociaal-economische positie van boeren. Hoe zou het georganiseerd kunnen worden dat inderdaad dus wel zo'n transitie plaatsvindt, zoals Linde dat aangeeft, met behoud van een gezonde sociaal-economische positie ook? Mm-hmm. Ja, dat is een hele goede vraag. Ik kom dan eigenlijk al een beetje met mijn leestip. We hebben begin dit jaar hebben we een rapport gepubliceerd waarbij we eigenlijk een hele analyse hebben laten maken van hoeveel een transitie in de landbouw nou eigenlijk kost. Hè? Want je moet eigenlijk het hele systeem overhoop gooien en je wil niet dat er minder boeren komen, maar dat er minder dieren komen. En dat betekent dat enerzijds je de boer dus echt moet gaan helpen. Hè? Zoals we al zeiden, ze zitten vast in een systeem, padafhankelijkheid, grote leningen, et cetera. Dus er moet eerlijk gezegd gewoon een bak met geld tegenaan om boeren te helpen in die transitie. Dus dat is één punt. En anderzijds dat de voorwaarden zo worden geschapen dat die boer dus een eerlijke prijs krijgt voor zijn of haar product. En er zijn verschillende wegen voor te bewandelen. Enerzijds dus de positie van de boer in de keten versterken. Je zou kunnen denken over kortere ketens, maar ook aan een stapeling van waardering. Dus bijvoorbeeld door rentekorting bij banken, korting op waterschapsbelasting. Misschien dat consumenten uiteindelijk ook een hogere prijs zullen moeten gaan betalen, maar dat is eigenlijk de uitkomst van verschillende factoren waar je eigenlijk vanuit de beleidstak aan kunt draaien. Maar in principe zou een boer met minder dieren gewoon een goede boterham moeten kunnen verdienen. En dat op die manier dat er dan wordt gewerkt binnen de grenzen van natuur en klimaat. Mm-hmm. Maar daar zit wel het kabinet voor aan zet. Ja, dankjewel. Nou, de vraag die Linter, die wil wat aanvullen. Ga je gang. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om de vervuiler betaalt principe in te voeren. Die geëxternaliseerde kosten, waar Hilde het al over had, die hoeft een boer nu niet te betalen. Die betalen we als gemeenschap. En op het moment dat je inzichtelijk gaat maken hoeveel miljarden onze waterzuiveringsbedrijven bijvoorbeeld jaarlijks besteden aan het zuiveren van allerlei bestrijdingsmiddelen en kunstmest uit ons water. En al die andere geëxternaliseerde kosten, op het moment dat je dat gewoon in rekening brengt en je zegt tegen een boer, oh, je hebt zoveel Roundup gebruikt, je hebt zoveel kunstmest gebruikt, nou, dat kost je zo en zoveel, dan is die industriële landbouw helemaal niet meer rendabel. En dan gaan mensen heel gauw overschakelen op een diversere landbouw. En het voordeel daarvan is dat zodra wij een hele diverse kleinschalige landbouw hebben, dan zijn we ook niet meer zo afhankelijk van en de vraag naar grote hoeveelheden export van melk en vlees, hebben we ook nooit meer de kans dat we boterbergen opbouwen of melkplassen. En tegelijkertijd, als er dan een crisis uitbreekt, dan kunnen we onszelf ook daadwerkelijk voorzien in ons dieet. Want op het moment, stel dat de supermarktbevoorrading wel zou stoppen, dan produceren we alleen maar melk, vlees en wat tomaten in de glastuinbouw. Nou, daar kan je niet op leven. Op het moment dat we echt problemen krijgen, dan wil je juist hele diverse bedrijven van allerlei boeren die van alles en nog wat verbouwen. En dan kunnen we ook ons volledige dieet in ons eigen land voorzien. Dankjewel, Linder. Mayna, ik kom even terug bij jou. Met aansluitend ook een vraag vanuit de chat. Sarah, die vraagt, die zegt systeemkritiek is urgenter dan ooit. Kun je iets meer zeggen over wat je bedoelt met onder controle brengen? Want we horen net verschillende manieren waarop dit probleem eventueel opgelost zou kunnen worden. Maar waar hebben we het over? Gaat het over nationalisering? Gaat het over staatsgeleide industriepolitiek? Moet het via de Europese Unie gebeuren? Als we het over systemen hebben, ja, dan gaan we het ook echt over systemen hebben. Ja. Wat denk je, Mayna? Ja, nou, het is een hele goede vraag. Kijk, uiteindelijk, zeg maar, van wat ik ermee bedoel, is dat de productie niet meer voor winst zou moeten zijn, maar naar behoefte. En ik denk ook dat Linder het daar ook over heeft. Maar dat vereist tegelijkertijd dat al die hele machtige multinationals die op dit moment de dienst uitmaken, dus niet meer bepalend zijn. En als ik het dan heb over onder controle brengen, dan zie ik dat als een vorm van, zeg maar, arbeidersmacht. Of de mensen die daar werken, die zouden de keuzes moeten maken over wat produceren we, voor wie en is dat, doen we dat op een verantwoordelijke manier? En dat we dan samenwerken met anderen in plaats van dat we concurreren via patenten en dergelijke. Dus dat is een radicaal andere manier van je economie runnen. En je komt daar ook alleen maar door strijd, doordat mensen door strijd aan te gaan zelf ontdekken van wat voor macht ze potentieel hebben. Maar ik denk wel dat daar de enige
toekomst ligt. En daarom denk ik ook dat de rol van werkende mensen essentieel is voor sociale bewegingen, ook in de klimaatbeweging, om daar aansluiting mee te vinden. En ik denk dus ook dat de maatschappelijke transformatie niet per se via de boeren loopt, die heel erg klem zitten, maar meer via andere thema's als het gaat om zorg, onderwijs, openbaar vervoer, hoe wonen we, hoe verdelen we de crisis, dat vanuit dat soort van strijd mensen op een gegeven moment inzien van ja, waarom zouden we ons helemaal, een deel werkt zich te pletter en een ander deel is werkloos. Waarom zouden we dat doen voor een kleine toplaag die zichzelf daar verrijkt en ook nog eens een keer de planeet vernietigt? We runnen de wereld eigenlijk al. Hè? Dus alles draait omdat mensen daar hun rol in spelen. Maar dat ze daar ook zelf controle vanuit de werkvloer in nemen. Nou, een ouderwets woord daarvoor is arbeidersmacht. Maar dat is hoe ik het zie. Dus niet vanuit een EU of zeg maar genationaliseerd dat staten alsnog met elkaar concurreren en dat je dezelfde dynamiek hebben, maar van onderop. Nee. Ik vermoed dat ik wat links moet aangeven in de chat, ook wat je hier verder over kunt lezen. Ja, dat vinden mensen denk ik heel tof. En alle anderen die ook aan het delen zijn, dank daarvoor. Er komen echt allerlei informatiebronnen langs, rapporten, artikelen. Heel tof. Dankjewel, Mayna. En je hebt een amen gekregen van Evelien. Hey, Hilde. Een vraag die ook wel hierop aansluit. Gaat over waar de klimaatbeweging dan de energie op moet richten. Martijn die vraagt, moeten we dan niet juist bij de supermarkten en de Rabo zijn in plaats van bij de boer zelf? Nou, Mayna heeft al een deel aangestipt vanuit zijn perspectief. Maar heel specifiek deze vraag. Zou jij deze kunnen beantwoorden, Hilde, Anne? Zeker, ja. Het is natuurlijk altijd de afweging, hè, van waar zit de grootste verandermogelijkheid. Kijk, als we het hebben echt over de vlees- en zuivelindustrie, dan is de supermarkt in Nederland, dat is niet voldoende, want we exporteren 2/3. Dus je moet echt ervoor zorgen dat juist de productiekant, dat daar veranderingen worden doorgevoerd. En sowieso bij de boer zelf protesteren, dat is niet, ook niet waar wij voor staan. Want de boer zit gewoon vast in het systeem. Onder andere door Rabo. Dus we hebben vorig jaar een rapport gepubliceerd over de rol van de Rabobank in deze in de huidige uitgevoerde Barcelona-systeem. En dus daar hebben we campagne op gevoerd. We zien daar al enige verandering. Maar als we nu op dit moment kijken naar wat er moet veranderen, dan is het eigenlijk vooral het kabinet wat nu aan zet is. En als we dan kijken naar op korte termijn, waar moeten de crisismiljarden in worden gestoken, dan zouden we nu de druk op het kabinet heel erg moeten gaan opvoeren om ervoor te zorgen dat ze en hun stikstofbeleid veel scherper gaan gaan vormgeven. En dat de miljarden die nu op dit moment worden uitgegeven, dat er als het gaat om de sierteelt, dat daar sterke voorwaarden aan gekoppeld worden. En als het gaat om de veehouderij, dat er geen geld gaat naar de industriële veehouderij, maar dat we nu gaan investeren in de transitie die nodig is en de boer daarbij helpen. Dus het kabinet is daarbij eigenlijk de partij die nu aan zet is. En je kunt daar een Rabo natuurlijk aan de haren bij slepen, maar de supermarkt aan zich is nu niet de grootste schakel. Dankjewel, Hilde, Anna. En in de chat zegt Niels dat hij ondertussen ook de plantjes, de eetbare plantjes, water aan het geven is. Systeemverandering blijft handwerk. Nou. Hey, terugkomend op jullie eerdere verhalen. En een vraag die eigenlijk hetzelfde van jullie wilde weten. Maar er werd ook gevraagd om concrete voorbeelden. Dus als het gaat om deze systeemverandering en verschillende manieren om dit te bereiken. Hebben jullie of kennen jullie voorbeelden van landen of samenlevingen of communities waar het is gelukt en waar we inspiratie uit kunnen putten? Vraag van Pelle, dankjewel. Zal ik hem proberen wat voorbeelden te geven? Er zijn best wel wat communities wereldwijd in Europa, in Duitsland en ik geloof Oostenrijk heb je Longo Mai. Dat is een landbouwcollectief wat in zowel leef- als landbouwcommunities werkt aan zowel ecologische landbouw als anticapitalistische landbouw. Op het moment in Nederland is heel erg in opkomst de CSA, de Community Supported Agriculture. In het Duits heet dat model solidarische landwirtschaft. Vind ik een veel sympathiekere naam. Dus eigenlijk solidare landbouw, waarbij je eigenlijk niet klanten hebt, maar leden. Waarbij je dus jouw
de consumenten worden eigenlijk onderdeel van je bedrijf, worden lid van een soort stichting of vereniging. En dan is dus heel duidelijk ook niet meer het doel winst maken, maar gewoon voedsel produceren en zorgen dat mensen te eten hebben. En zo zijn er best wel veel van dat soort andere economische modellen en andere ecologische modellen van landbouw op het moment in opkomst, ook in Nederland. Ja, dankjewel Linder. En in de chat geeft Arjen aan dat in de vorige crisis van 2008 veel corporaties in Spanje geen last hebben gehad van de crisis. Nou, ook weer een voorbeeld. En Armando die vraagt om een linkje. Arjen, mocht je dat hebben, kan je dat ook in de chat gooien. Thanks. Mayna en Hilde, hebben jullie aanvulling of andere voorbeelden? Nou, kijk, de soort van... ik denk dat er een heleboel inspirerende voorbeelden zijn van herstellende landbouw. Kijk, we hebben het vaak over duurzame landbouw. Maar ik zie dat een beetje als landbouw die het een beetje minder erg doet. Maar wat we nodig hebben is landbouw die de grond en gemeenschap en alles daaromheen herstelt. Al denk ik wel dat het over het algemeen relatief kleinschalige projecten zijn. Dat is nog niet een soort van bedreiging of transformatie van het mondiale landbouwsysteem. En ik denk dat dat meer onderdeel zal moeten worden van maatschappelijke omwenteling in de steden. En ik zie daar een heleboel inspirerende voorbeelden van revolutionaire processen. Of dat nou Chili 72, 73 is, Egypte, Sudan op dit moment, mei 68 en andere revoluties. Maar de vraag is wel, wanneer slagen die? Omdat ze ook altijd tegen hele sterke tegenmachten daarmee in botsing komen. En ik denk dat dit soort van maatschappelijke transformaties, ofwel je zet hem door een revolutionair proces, een transformatie van alle aspecten van de maatschappij, of het wordt teruggeduwd. En daar zijn helaas evenveel voorbeelden van dat plaatsvindt. Maar dat is wel het soort van explosieve bewegingen, denk ik, die wij nodig hebben. Als ik nu naar de wereld kijk, denk ik, we hebben revoluties nodig. Revoluties. Linder, ik zie ontzettend knikken. Hilde, jij ook? Reacties? Ja. Ja, ik wilde daar nog heel even aan toevoegen, want daar ging Mayna ook al naartoe van alle alternatieven. Super, geweldig, moeten we ook aan werken en moeten we ook, daar zijn wij op onze boerderij ook heel erg mee bezig, dus laten zien hoe die boeren die straks om moeten schakelen, kunnen omschakelen. Maar uiteindelijk is dat niet wat we nodig hebben. Wat we nodig hebben is revolutie. En dat houdt gewoon mobiliseren in. En als we het hebben over die arbeidersmacht. Kijk, de boeren, dat is uiteindelijk, als je wat teruggaat in de geschiedenis, is gewoon de onderklasse. Net als de arbeidersklasse. Wij zitten onderaan. We hebben nooit veel geld verdiend. Vroeger had er een landheer, was eigenaar van jouw grond. Het lijkt een beetje alsof we de productiemiddelen in handen hebben. Omdat we dan trekkers en grond zouden hebben. Maar in feite, degene die op het moment, hoe de landbouw nu is ingericht, de productiemiddelen in handen hebben, dat zijn de producenten van kunstmest, de producenten van de grote machines, degene die de innovatie produceren met GMO-zaden, met bepaalde rassen, met bepaalde kunstmestschema's, met bepaalde bestrijdingsmiddelen die je nodig hebt, waar je als boer, lijkt het, tegenwoordig niet meer zonder kan, waardoor je een lening moet snuiten bij de bank. Uiteindelijk zijn dat degene die productiemiddelen in handen hebben. Boeren verdienen geld met hun eigen arbeid, door daar arbeid aan toe te voegen. En uiteindelijk moeten we die boeren gaan organiseren. En er zijn wat initiatieven, zoals op het moment de Federatie voor Agro-Ecologische Boeren, Toekomstboeren en een heel aantal andere clubs die zichzelf aan het organiseren zijn. Maar dat zijn natuurlijk kleine clubs. Uiteindelijk wat er nodig is, is dat die boze boeren die op het Malieveld stonden, dat we die boosheid gaan zien als een arbeidersbeweging boosheid, want dat is het. En dan is het een kwestie van hun duidelijk uitleggen waarom de pijlen richten op mensen die vragen om ecologische vernieuwing, de boosheid op de verkeerde richten is. Hun duidelijk uitleggen. Zij snappen ook dat ze in een dwangbuis van het kapitaal zitten. Als wij die taal gaan spreken, als we duidelijk maken aan hun, de banken, de leningverstrekkers, de Monsanto's, et cetera, van de wereld zijn de vijand, en laten we ons daartegen verenigen. En die boosheid gaan, hoe zeggen dat, harnessing, en op de goede kant richten, dan zijn we een heel eind richting revolutie, denk ik. Dankjewel, Linder. Evelien vindt het een helder verhaal. En er worden nog steeds allemaal aanvullende links gedeeld. Heel tof, dank jullie wel allemaal.
En Hilde, Anna, als het gaat om waar richten we onze energie op en waar naartoe? Saskia die heeft daar een vraag over. Die vraagt, moeten we ook niet kijken naar het type land en tuinbouw? Ik verbaas me de laatste dagen over de enorme rol van de snijbloemenindustrie en export. Sowieso het product, de teeltwijze van het product, maar vervolgens ook de enorme verplaatsing door de export. Moeten we daar ook niet eens naar kijken? Of durft niemand naar de aaibare sector bloemen te komen? Nou, ik kan sowieso zeggen dat de sierteeltsector, dat wij daar onze pijlen al flink op hebben gericht de afgelopen jaren. We hebben bijvoorbeeld alle tuincentra flink onder de loep genomen. Vonden we allemaal illegale bestrijdingsmiddelen. We hebben 2 jaar geleden nog een rapport uitgebracht over over pesticidenresiduen op boeketten die je online bestelt. Dus ja, die sector, ik noem het zelf een beerput. Dus daar mag zeker wat over gezegd worden. En daar hebben wij ook een positie in. Dus zeg maar, hè, dat geld wat nu naar die sierteeltsector gaat, dat is... daar worden nu helemaal geen voorwaarden aan gekoppeld. Dat zou op zijn minst een omslag naar plant-proof certificering moeten zijn. Wat een oplossing is die wij in ieder geval voor de Nederlandse AGF, voor de gangbare teelt, al voor elkaar hebben gekregen. Voor wat er in de Nederlandse schappen ligt. Dat zou op zijn minst voor de sierteeltsector moeten gelden. Ja. En om even terug te komen op een ander punt van eerder, als het gaat om die transitie. Je hebt allemaal cijfers in jouw presentatie. Hoe zou die transitie betaald kunnen worden? Of die revolutie? Hoe zou het gaan met de geldstroom in dat opzicht? Nou, hoe zou het gaan met de geldstroom? Ja, wat Linder al zei, hè, het vervuiler betaalt principe is een van de elementen die je hier aan toe zou kunnen voegen. We hebben een maatschappelijke kostendatenanalyse gedaan. En ik zal jullie dus de link even doorsturen, want we hebben daar een heel helder plaatje over gemaakt. Waarbij we eigenlijk in ieder geval voor de veehouderij 3 scenario's hebben doorgewerkt. Voor een transitie, dat kost 42 miljard euro. Dat is een heel groot bedrag. Dat is niet alle netto investeringen, maar als we dat doen, dan verdienen we daar als maatschappij gemiddeld 1 miljard euro per jaar mee aan vermeden klimaat, natuur en gezondheidsschade. Dus dat is eigenlijk een hele goede maatschappelijke business case. Nou ja, waar dat geld dus vandaan zou kunnen komen is onder andere dus goedkoop geld lenen vanuit de EU. Dus middelen die nu ineens in tijden van corona beschikbaar worden gesteld. Complete herziening en aanwending van alle landbouwsubsidies die op EU-niveau worden uitgegeven. Via het belastingstelsel aanpassingen. Hè. Dus er zijn al allemaal bewegingen rondom de vleestaks. Het heffen van belastingen op vervuilende aspecten. In dit rapport hebben we ook allemaal verschillende wegen geschetst waarmee je eigenlijk die transitie als maatschappij dus zou kunnen financieren. Dankjewel Hilde Anne voor deze toelichting. En Mayna die geeft aan dat 42 miljard volgens hem ongeveer ook is wat Shell in 2 jaar aan de winst verdient. Hashtag hint. Ja, we hebben het vorige keer over Shell Mastval gehad. Dus in dat opzicht hangt veel met elkaar samen. De laatste vraag voor we overgaan naar de eerste muzikale pauze. Van Philip Linder zegt dat we veel meer kleine bedrijfjes nodig hebben in een duurzaam en niet-industrieel landbouwmodel. Hoeveel mensen werken er op dit moment in de landbouw en hoeveel moeten dat er worden? En hoe zal het platteland veranderen als gevolg van deze transitie? Ja, het zijn wel wat cijfermatige vragen, maar kun je misschien toch een antwoord daarop geven, Linde? Ik heb geen cijfers van hoeveel mensen op het moment in de landbouw aan het werk zijn. Als ik een soort natte vinger inschatting zou moeten geven... Ik denk dat je toch naar een 10-dubbeling moet van het aantal mensen wat daarin werkzaam is, als je een goede schaalverkleining in wil voeren. Mm-hmm. Oké, en daarop aansluitend dan de vraag van Peter, om dan dit onderdeeltje af te sluiten. Het tweede deel van de vraag had ik nog niet beantwoord. Wat voor een effect heeft dat op het landbouwlandschap? Oh ja. Heel veel goede effecten, want zodra je dus gaat versnipperen, dan heb je eigenlijk altijd biodiversiteitswinst. Zeker omdat je gaat die percelen dan weer natuurlijk afscheiden met hagen. Dus in plaats van al die strak getrokken biljartlakens, die je met name in de polder heel veel ziet, waar eigenlijk, zeker als dat inderdaad alleen maar Engels rijgras is, waar die koeien van eten, daar is geen biodiversiteit meer in te vinden. Daar is geen leven meer. Dat zijn groene woestijnen. Dus zodra je gaat verkleinen en versnipperen, dan krijg je een veel biodiverser en ecologischer landschap. Mooi. En dan... Een andere vraag, gaan we die toch ook even doen. Hoe kunnen we boeren overhalen
tot schaalverkleining zonder dat ze hoeven te vrezen voor inkomstenverlies, van Peter Goldstein. Ja, daar doe ik heel erg mijn best voor. Wij zijn om die reden dus verschillende vormen van nieuwe landbouw aan het pionieren op ons bedrijf. Van voedselbossen tot agroecologie tot permacultuur. Tot nu toe halen wij daar een prima inkomen uit. En ja, daar voeren wij veel campagne voor in de boerenwereld. Geven we lezingen over, workshops in, magazines over uit, schrijven we boeken over. En daar wordt hard aan gewerkt binnen het landbouwwereldje. Oké, to be continued. Dus. Ja. Heel goed. Nou, Saskia en Nina geven ook aan dat schaalverkleining ook voor mooie landschap zal zorgen. Dat is reden genoeg eigenlijk, hè? Nou, dan gaan we over tot de muzikale pauze. Shoshanine zal ons weer meenemen in mooie muziek. Blijf vooral je vragen stellen als je die nog hebt via het Q&A-venster. Chat lekker gezellig door. Hierna komen we terug met een interessante poll. We zijn heel benieuwd wat jullie ook denken. En dan gaan we samen met de panelisten richting een antwoord op deze grote vragen. Shoshanine, the floor is yours. All right. Ja, ik wilde even inhaken op wat hier al is gezegd. Shalma's Fall. Ik was gevraagd om een nummer erover te schrijven. En volgens mij is dat al gebeurd. Maar ik dacht, ik ga jullie even de draft... ik ga dat even met jullie delen. Het is nog a cappella. Shall must fall, fall. Walking over bodies. Just to fill up your pockets, only paychecks and profit, whatever the company benefits, entire communities displaced, oil spills and more disgrace. We can do better than this mess, we can do better than this mess, shell must fall. En daarop aansluitend, een nummer wat ik een aantal jaar geleden heb geschreven, geïnspireerd door een vraag van een journalist om dat ik iets zou schrijven over wat er gebeurt aan de kust van Namibië, waar ik ben geboren. Daar zijn er allemaal mijnen waar ze uranium uit de grond halen. En dat blijft 100.000 jaar radioactief. Dus alle mensen die daar werken, 1 in 3 mensen krijgt kanker door de radiatie. Dus niemand heeft het daarover, want het creates jobs. Dus dit nummer is geschreven als een soort campaign song against what is happening. En het heet Clean Country. Mama, they wanna put the poison in your blood. So they can reap the stones and collect the coins. Put them in the pocket of some overseas companies. How far will they be leading us in the dark? Polluting the veins of life. Leaving only misery behind. We've got to say it as it is. We've got to say it as it is. Only for the sound of the dollar, some people will open up their ears. We've got to say it as it is. Say it as it is. Say it as it is. Only for the sound of the dollar, some people will open up their ears. But no, no, no. We want the flowers to grow, grow, grow. We want fresh water to flow. We want to live in a clean country. No, no, no. We want the flowers to grow, grow, grow. We want fresh water to flow. We want to live in a clean country. Value is only seen in terms of the economy. But what about the food we eat? What about the air we breathe? What about collecting shells and playing on the clean seashore? All of that will be no more, 'cause we put up fences and borders, yeah. We've got to say it as it is. We've got to say it as it is. Only for the sound of the dollar, some people will open up their ears. We've got to say it as it is, say it as it is, say it as it is. Only for the sound of the dollar, some people will open up their ears. But no, 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 we want the flowers to grow, grow, grow. We want fresh water to flow. We want to live in a clean country. No, 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 we want the flowers to grow, grow, grow. We want fresh water to flow. We want to live in a clean country. Dankjewel. Dankjewel, Shoshanine. Heel veel hartjes voor Say It
How it is? Nou, helemaal top. En jij komt nog één keer terug, hè, vanavond. Ja, heel tof. Dankjewel. Nou, heel veel liefde vanuit de chat. En mensen zijn heel blij dat Shell Masval meerdere liedjes heeft. Op die manier wordt de boodschap overgebracht uiteindelijk. Dus dank daarvoor. Top. Dan gaan we door naar het volgend onderdeel van deze avond. Dat is namelijk een poll. Daarmee willen we even peilen hoe jullie met z'n allen tegen dit thema aankijken. En ik kijk even mijn technische heldenteam virtueel aan of die de poll tevoorschijn kunnen toveren op het scherm. Dan kan iedereen even meteen stemmen. En de poll is ook een aanzet tot het laatste deel van de avond, waarin alle panelisten terug zullen komen met hoe zij de toekomst voor zich zien. In ieder geval met mooie landschappen, maar ook met eerlijker loon hopelijk en gezonder leefklimaat. En ik ben ondertussen aan het wachten op de poll. Die is er nog niet. Er is een probleempje met de poll. Oké, dan gaan we heel even door jullie vragen nog een keer. En dan hebben we extra tijd om die te beantwoorden. We hebben de schaalverkleining net al gedaan. En dan een vraag van Laura. Ook wel een interessante. Die zegt, waarom wordt er zo weinig gesproken over het ontstaan van corona en de link met hoe we dieren houden in de media, denken jullie? En hoe kunnen we dit verhaal wat meer onder de aandacht brengen? Iemand die daar als eerste een antwoord op zou willen formuleren. Ja, ik wil wel een poging doen. Het is een hele goede vraag. Kijk, mijn eerste reactie is dat omdat mainstream media over het algemeen niet zo heel goed zijn in systeemkritiek. Misschien wel, bedoel, er komt wel een reflectie van wetenschap van het is erg, maar als het gaat om diepgravend van het systemisch fout, is dat iets dat heel weinig in de mainstream media komt, omdat media ook gewoon onderdeel zijn van de economie en ook aandeelhouders hebben en onderdeel van grote bedrijven zijn. En dat is... Het is geen complot. Het is ook niet allemaal zo hard van dat er helemaal geen ruimte voor zou zijn. Maar het zit op de korte nieuwscyclus. Het zit op wat verkoopt. Het zit op wat catchy is en heel erg actueel. En de grotere vragen is om, denk ik, commerciële redenen, maar ook ideologische redenen... verdwijnen die in redactievergaderingen wat vaker. Oké, dankjewel. Dus ook hier de waar van de dag en korte termijn in plaats van systeem uiteindelijk. Even kijken, inmiddels staat de poll gereed, denk ik. Tenzij Hilde of Linder iets willen aanvullen hierop. Wat je ook wel heel erg ziet, hè, in de eerste fase van de coronacrisis lag de nadruk gewoon heel erg op andere prioriteiten. Dat lag op gezondheid, dat lag op de zorg ondersteunen, dat lag totaal niet op duurzaamheidsonderwerpen. En we merken nu inmiddels dat er telkens meer toch wordt gekeken naar, oké, maar hoe willen we eigenlijk uit deze crisis gaan komen? Dus er zit een soort fasering ook in de manier waarop de maatschappij kijkt naar wat nu het acute probleem is en of er meer op lange termijn gekeken kan worden. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik wel zie dat er telkens meer, ik bedoel, het druppelt nog binnen, maar dat er toch wel telkens meer artikelen en uitingen komen over de systeemproblematiek. Mogelijke vervolgrisico's op pandemie. En dat ook virologen en andere wetenschappers zich meer uitspreken. Maar ik moet wel zeggen dat dat geluid inderdaad nog meer versterkt mag worden. Mm-hmm. En Maggie, die zegt in de chat dat het systeem is een abstract begrip. Daar is geen ruimte voor in de populaire media. Mensen hebben het liever over Temptation Island. Kan ook heel erg gaan over de taal en hoe verder dat aansluit. Dat is ook wel weer een onderwerp aan zich. Linter, beiden willen nog iets zeggen. Oké. Jullie mogen alle twee heel kort, oké? Want de poll staat klaar inmiddels. Ja, nou ja, dat verhaal van de media is heel erg slecht in complexe problemen. Hè? Follow the money correspondent kunnen dat nog wel eens doen. Maar echte systeemanalyses, echte en zeker ook meer dan alleen maar verslag doen van wat er anderen gezegd worden. Dus gewoon pionieren met visies, vind ik er sowieso heel erg aan ontbreken. Hè? Wat Hilde al zei van hoe komen we weer uit die crisis... Er wordt amper nog over gepraat. Hè? Wat er nodig is, dat we nu gewoon een heel duidelijk 5 eisen bij de regering neerleggen van
geen geld naar multinationals, massaal investeren in testen en contactonderzoeken, massaal investeren in de zorg en het verhogen van de capaciteit, zodat we niet meer zo snel in lockdown hoeven in de toekomst, bij volgende uitbraken. Er wordt ook amper over gepraat, dus van hoe komen we hier uit? Dat wordt heel slecht geanalyseerd op het moment. Mayna, ter afsluiting een reactie? Ja, ik ben het eens met Hilde van dat er wel degelijk meer aandacht voor is en dat elke crisis potentie heeft voor verandering. Maar we moeten niet onderschatten, zeg maar, dat de andere kant daar ook heel erg mee bezig is. En ik vind nog steeds dat de crisis van 2008, de economische crisis, echt een waarschuwing voor ons is. Omdat er toen ook van alles werd geschreven, van einde van neoliberalisme, noem maar op. En toen waren banken, grote bedrijven ook bezig met hun plannen van hoe gaan we hiervan profiteren? Hoe worden we hier rijker van? En zo wordt er op dit moment ook aan die kant daarnaar gekeken. Maar ik ben het eens met als het gaat om hoe gewone mensen dit, of gewone, hoe mensen dit ervaren, dat daar dat je veel hoort van, hè, er is iets mis en er moet nu echt wat veranderen. En dat potentieel is er. En dat gaat niet alleen om de landbouw, dat gaat ook om marktwerking in de zorg. Dus dat moeten we ook benutten. Dus wat dat betreft, ook voor ons is het ijzer nu heet. Okay. Dat is een bruggetje, denk ik. Yes, heel fijn. Dank jullie wel, Mayna, Hilde, Anna en Linder, voor het beantwoorden van alle vragen. En dank aan alle kijkers en luisteraars voor het stellen van die vragen. We kunnen helaas niet alle vragen beantwoorden, maar de panelisten komen daar later hopelijk terug weer in hun slotverhaal. En in de chat zijn allerlei andere antwoorden ook te vinden. Dus op die manier proberen we toch in alle vragen tegemoet te komen. En inmiddels is het gelukt met de poll, als het goed is. Dus dan komt die hopelijk magische wijze zo meteen tevoorschijn. Stem dus vooral mee. Ik lees hem even voor. Voor de mensen die het niet kunnen meekijken. In de strijd voor duurzame landbouw moet de klimaatbeweging proberen om aan te sluiten bij de boerenachterban van partijen zoals het CDA en VVD. We laten hem even staan. Je kunt via je scherm stemmen. Binnen een minuutje of iets dergelijks. En dan gaan we even kijken hoe de meningen verdeeld zijn binnen deze groep. En vervolgens zullen Hilde, Anna, Mayna en Linder hun slotbetoog houden. Met een aanzet tot de oplossingen. Wachten we heel even op hoeveel mensen hebben gestemd. Kan ik een percentage krijgen van het aantal stemmers inmiddels? 57%. Nog even doorklikken alsjeblieft. Voor degenen die nog niet hebben gestemd. Misschien even wat tanktijd nodig. Maar dan hebben we zometeen een interessant percentage. 62%. 71%. 77%. Kijk. Het wordt steeds interessanter en spannender. 78%, ik krijg gewoon lifetime updates. Nou, we wachten nog heel even af voor de laatste 20%, of een deel daarvan. En mocht je een opmerking of vraag hebben over deze stelling, want niet alles is ineens of oneens te vatten, deel dat ook vooral via de chat, want dan kunnen we op die manier wat uitgebreider hierop in. Freya, oh, de poll is weg. Oké, kunnen we de resultaten zien? Oké. We hebben 61% die het eens is met de poll, of met de stelling, en 39% die het oneens is. Ik ben heel benieuwd. En we hebben Peter die zegt dat als zoon van een CDA-boer, dat daar veel meer steun valt te halen dan je zou denken. Moeten we wel ophouden boeren als het probleem te framen? Nou, dat is nog een stelling aan zich eigenlijk, maar daar gaan we nu even niet direct op in. Wat we wel gaan doen is het laatste woord geven aan onze panelisten. En we gaan weer dezelfde volgorde aanhouden, dus ik zou graag weer met jou willen beginnen, Linder. Ja, nou, heel goed dat Peter dat zegt. Ik kan me daar helemaal bij aansluiten. Over het algemeen is er een hele grote weerstand tegen mensen in de Randstad die boeren vertellen hoe ze het moeten doen. En op het moment dat wij in die houding blijven zitten en de boeren blijven framen als de schuldigen, in plaats van ze blijven zien, of ze gaan zien als potentiële medestanders, dan hou je die tegenstelling in stand en zou je alleen maar weerstand oogsten. Ik merk dat op het moment dat ik hier op een verjaardag bij de buren met 5 boeren die allemaal CDA stemmen of PVV stemmen, een half uurtje aan het praten ben en je praat dezelfde taal.
dan heb je ze binnen de kortste keren om. En is de boosheid gericht op de overheid en is de boosheid gericht op die grote, het groot kapitaal wat hun in die vangbuis houdt. Oké, dus vooral kansen die nog benut kunnen worden, zie jij. Ja, ja. En dat moet natuurlijk heel duidelijk ook met een alternatief. Dus je moet ze niet alleen maar zeggen, dit mag niet meer, jullie zijn de schuldigen, dit is fout. Maar een alternatief bieden. Mijn boeren, de buren die om me heen zitten, die kunnen zien hoe wij werken op het bedrijf. Die zien dat dat ook een veel fijnere manier van werken is dan heel de dag op die stoffige trekker over grote akkers rijden. En op het moment dat ze zien dat we er een inkomen uithalen, dan kan je ze ook prima meekrijgen. En natuurlijk moeten we ze dan mobiliseren om wel bij de Tweede Kamer aan te kloppen en te zorgen dat er gewoon hard beleid op gemaakt wordt. In plaats van dat nu beleid wat alleen maar schaalvergroting stimuleert, alleen maar schaalvergroting beloont. En op het moment dat je kleinschalig en divers wil werken, word je daarvoor afgestraft. Mm-hmm. Dankjewel, Linder. Dan hebben we Hilde. Anne, zou jij je slotwoord willen delen met ons? Ja, kijk, de directe urgentie is van nu, hoe worden nu die miljarden uitgegeven? En ik denk dat daar zo breed mogelijk maatschappelijke druk voor nodig is. En weet je, daar is iedereen voor nodig. En ik denk dat als we de boeren daar ook echt in mee kunnen krijgen, dat dat echt een verschil kan maken, een enorm verschil zelfs. En ik moet zeggen dat ik echt stond te juichen de eerste keer toen ik hoorde dat boeren echt gingen demonstreren. Want ik snap hoe ze vastzitten in het systeem. Ik kom zelf uit een boerenachtergrond. En bijvoorbeeld dat ze de straat op wilden, wat nu helaas niet doorging, voor een eerlijke prijs. Dat is echt cruciaal. En ik denk dat ze de afgelopen maanden hebben laten zien hoeveel kracht ze hebben. En ik denk dat het heel belangrijk is om de kloof tussen Randstad en boeren te overbruggen, dat we burgers en boeren weer bij elkaar brengen, dat we de voorlopers een podium geven, dat we boeren verleiden of stimuleren om die omslag te maken en dat we daar gezamenlijk een verschil in kunnen maken. Maar wat op dit moment korte termijn heel erg nodig is dus, is dat er A, voorwaarden worden gesteld en B, dat er dus geld gaat naar de oplossing. En daar moeten we dus gezamenlijk op korte termijn druk voor uit gaan oefenen. Ja. Dankjewel Hilde, Anne. En ik zie in de chat ook vooral oproepen om solidair te zijn ook met boeren. En Ronnie heeft een heel concreet voorstel. Adopteer een boerregeling. 1-op-1 connectie tussen consument en boer. Dus veel kleinschaliger contact ook in de manier waarop we aan ons eten komen uiteindelijk. Arjen maakt nog wel een soort kanttekening dat er altijd maar over de boeren wordt gesproken, ja, terwijl er ook heel veel verschillen daarin zijn. Dus ook wel goed om daarin mee te nemen inderdaad. Oké, dank je wel Hilde en Linde. En dan Mayna. Ja, dit soort stellingen vragen natuurlijk om meer context. Ik dacht ook van ja, de boeren is inderdaad veel diverser. Als ik naar het Malieveld kijk en ook wie de boeren daar allemaal hebben uitgenodigd op het podium en voor welke extreemrechtse politici ze aan het applaudisseren waren, dacht ik niet meteen van nou, daar moeten we bij aansluiten. Ik denk wel dat we ze moeten beïnvloeden en dat dat niet gaat om vertellen wat ze moeten doen, maar dat dat een interactie is. Maar ik interpreteer deze stelling ook wel als een soort van vraag van waar moeten we onze prioriteit neerleggen? Van alle dingen die we kunnen doen, moeten we ons nu gaan richten op de boerenachterban van VVD en CDA? Ik ben het daarmee oneens. Gewoon omdat ik denk dat we onze eigen achterban moeten organiseren en moeten zien uit te breiden. En dat daar een enorm terrein te winnen nog is als het gaat om een tegenmacht opbouwen. En dat we dat ook veel maatschappelijker moeten trekken dan alleen landbouw. Ik denk echt dat klimaatrechtvaardigheid als een visie het sleutelbegrip, een strategisch sleutelbegrip is voor de klimaatbeweging. En dus ik denk ook rechtvaardigheid niet vanuit een soort van moreel ding van het moet eerlijk, want het is allemaal zo oneerlijk, maar zeg maar vanuit het idee dat we een meerderheid mee moeten krijgen. En dus dat de soort van maatregelen die een klimaatbeweging en een programma dat het naar voren brengt, dat werknemers bij Shell en mensen in buurten die minder vermogend zijn enthousiast moeten maken, dat we ze daarvoor moeten winnen. Dus het gaat dus niet alleen maar van wat moet er gebeuren qua duurzame energie, isolatie, OV en dergelijke, maar juist ook de vraag, en hoe gaan we dit betalen? Die er altijd meteen opkomt. Dus als je daar niet heel hard bent over winstbelasting moet omhoog, dividendbelasting
moet omhoog. Er moet een harde, vaste CO2-tax komen. Daar halen we tientallen miljarden mee op per jaar. Dat komt van die 1% die zich zo hebben lopen verrijken in de afgelopen decennia. En met dat geld gaan we de transitie financieren en je gaat erop vooruit. Kijk, dan hebben we ook een verhaal vervolgens richting boeren of andere mensen die misschien naar de VVD, CDA of rechts zouden hebben gekeken. Maar dan zou het punt zijn van sluit je bij ons aan in plaats van andersom. Dankjewel, Mayna. Ik zie Linder ontzettend knikken. Wil je nog iets toevoegen hieraan? Nee, ik denk dat heel duidelijk is. Van, we moeten ons niet aansluiten bij hun, zij moeten ons aansluiten bij ons. Ja. Oké, okay. En Hilde die knikt ook. Oké, okay. Nou, overeenstemming in het panel. Interessant. En er worden nog allemaal vragen gesteld, maar dat kan dus nu helaas even niet meer. Praat vooral wel even door in de chat, mocht je dat willen, dat is leuk. En ter afsluiting van deze avond zou ik net zoals bij alle andere avonden aan onze gasten willen vragen welke leestips zij met ons willen delen. Er zijn al enige inzichten gedeeld, ervaringen en vooruitzichten. We hebben ook harde cijfers gezien. Dus het is altijd leuk om verder na te kunnen lezen en geïnspireerd te raken of meer informatie te krijgen. En gaan we dat nu even doen? Dus hebben jullie allemaal je materiaal paraat? Even zwaaien voor de camera ermee. Linde, die schudt ontzettend nee. Dan begin ik niet bij jou. Ik begin bij Hilde. Wat zou jij adviseren om verder te lezen over dit onderwerp en waarom? Zoals ik al zei, ons Betaalbaar Beter Boerenplan. Daar hebben we best wel grondige analyse eigenlijk van alle problemen die op dit moment spelen rond landbouw en dus ook wat er moet gebeuren. Ik heb de link al in de chat gezet, maar ik kan hem straks aan het einde er nog een keertje inzetten. En los daarvan, als je nog een boek wil lezen, ook over de problematiek in ieder geval, dan is het boek Landschapspijn van Jantien de Boer ook wel een aanrader. Dankjewel. En hij wordt ook gedeeld via de chat, zie ik. En Rianne, die is bezig met een virtuele leesclub. Ontzettend leuk. Mocht je daarin geïnteresseerd zijn als kijker en luisteraar, check even ook de link die net werd gedeeld. En even kijken. Hanner Eet, die geeft als leestip Ooit aten we dieren van Roanne van Voorst. Dus blijf daarmee komen inderdaad. En dan hebben we Mayna. Wat zou jij als leestip mee willen geven? Of luistertip, mag ook kijktip. Het is een krantentip. Kranten, kijk. We hebben ook onze eigen media nodig. Nou, wij maken een maandkrant. Ik weet niet of ik een beetje goed in beeld kan houden. Die komt 1 keer per maand uit. Deze maand, dan hebben we het over april, ook een groot interview met een evolutiebioloog over de rol van intensieve landbouw en bij pandemieën, maar ook over de vluchtelingencrisis, Fort Europa, antiracisme, eigenlijk heel veel samenbrengen, zowel qua analyse en actienieuws binnen land en buitenland. Ik was net aan het opzoeken hoeveel een jaarabonnement kost. Volgens mij iets van €15, maar kan er wat naast zitten. Maar dat zou ik mensen aanraden. De nieuwe krant is net uitgekomen. En het is ook een manier om bewegingen te steunen. En ik denk dat het heel goed is. En ik, dat de krant van redelijke kwaliteit is, ook al maak ik hem helemaal zelf. Ik vermoed dat over een maand, dat er ook een wat langer stuk van mij over strategie rond klimaatrechtvaardigheid komt. Die ligt, zeg maar, over dit onderwerp ligt al een tijdje op de plank, maar er kwam een virus tussendoor. Maakt het meteen wel urgenter, Mayna. Dus lekker schrijven, heel snel. Dankjewel, Mayna. En ik lees in de chat dat de krant ook in digitale vorm te vinden is online via de website socialisme.nu. En dan gaan we naar Linder. Jouw leestip. Linder, we horen je nog niet. Kun je heel even je geluid aanzetten? Ja, ja, ben ik er weer? Ja, ik ga even kijken of ik mijn beeldscherm kan delen. Dan kan ik de boekentip in beeld krijgen. Oh, nou, dat is helemaal tof. Even kijken hoor. Share. Ja, zien jullie hem? Ja. Kijk, in het kader van die natte vingerinschatting van een vertienvoudiging, misschien wel vertwintigvoudiging van het aantal boeren en anticapitalistische landbouw en anticapitalistische groenten,
Kan ik iedereen heel erg aanraden om dit boek te gaan lezen. Of je nou je wil voorbereiden op de eerstvolgende grote crisis en zelfredzamer wil worden met je voedsel, of bij wil dragen aan een nieuwe boerenbeweging, hier kan je het lezen. Super, dankjewel Linder. En ik las in de chat ook iets over dat je zelf een boek hebt geschreven. Waardoor iemand anders aangeraakt, maar je mag best onbescheiden even hier pitchen. Ook heel handig. Als je niet op boerenniveau, maar op eigen tuinniveau, is er in de chat ook die link erbij gezet. Ik zal in de chat nog even de link naar mijn eigen boek zetten. En waar gaat dat over? Permacultuur in eigen tuin. Dus dat gaat meer op hobbyniveau. Oh, kijk. Nou, dat is denk ik heel handig, want iemand gaf in de chat al aan dat alle plantjes thuis al doodgaan. Ja. Dus dan komt dit goed van pas. We gaan van micro naar macro naar systeemverandering. Doen we even. Hey, ontzettend bedankt. Hilde, Anna, Mayna, Linder. Het was een heel interessante avond wederom. Ook weer mede mogelijk gemaakt door alle mensen thuis die hebben meegekeken, meegeluisterd en ook meegechat. Dank voor alle vragen, opmerkingen, aanvullingen, suggesties. Dit was de derde editie van Klimaatstrijd in Crisistijd. We hopen dat jullie hiervan hebben genoten. Alle afleveringen zijn terug te zien. Check vooral het YouTube-kanaal van deelnemende organisaties. En kijk vooral even terug, mocht je het andere hebben gemist. In de chat wordt nu ook het evaluatieformulier gedeeld. Vul het alsjeblieft in, want dan kan er worden nagedacht over een mogelijk vervolg hierop. En alle tips en feedback worden ter harte genomen daarin. En dan rest mij denk ik niet veel anders te zeggen dan jullie ontzettend te bedanken. Het was me genoeg om deze drie avonden samen te doen met jullie. En ook nog weer mooie muziek van Shishani. Dus dan gaan we dat gewoon doen. Dit was Klimaatstrijd in Crisistijd. 3 edities, interessante gasten, mooie gesprekken in de chat. En heel veel nieuwe ideeën om door te gaan naar revolutie, zoals net werd genoemd. Toch? Doen we even. Absoluut. Dank jullie wel. Fijne avond. Yes. Ik wilde nog afsluiten met een nummer. Is dat... ja, toch? Oké. Nou ja, I'm all for revolution. En ik denk dat het ook, zoals we jullie allemaal hebben gezegd, that the time is now, niet straks. En dan business as usual. Because business as usual was not working. Dus dit nummer, dat gaat erover. En basically, it takes a village to raise a child. Zoals al eerder was gezegd. We moeten een soort groot team bouwen van mensen die doorhebben dat het belangrijk is dat we samenwerken en dat we respect nature. Here we go. Nothing left for later. The ground beneath our feet is disappearing to the hungry alligators. Once you give it away, it's really gone. Take away the sun and there will be no dawn. Wanna be kings, but you give away a throne. Now tell me how you're gone, when your kingdom gone. Short-term vision is a long-term problem. Short-term vision is a long-term problem, yay. Short-term vision is a long-term problem. Oh, short-term vision is a long-term problem. If you don't care now, there'll be nothing left for later. By the time the fool has learned to play the game, the other players have left the scene. It takes a whole village to raise a child, cross the river together to face the crocodiles. Tomorrow belongs to those who care today. Now, Lord have mercy, 'cause we lost our ways. Short-term vision is a long-term problem. Oh, short-term vision is a long-term problem. Yeah, yeah. Short-term vision is a long-term problem. A short-term vision is a long-term problem. If you don't care now, 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 we're gonna hit the ground. Short-term.
term vision is a long term problem. Oh, short term vision is a long term problem. One more time, short term vision is a long term problem. Yeah. Oh, short term vision is a long term problem. Yeah, Myna. Bedankt jongens, het was heel interessant om alles te horen en hier deel van te zijn. So let's move forward. Ciao! Dat was het volgens mij. Ik ga maar weer dezelfde truc doen die ik al eerder heb gedaan. Ik wil iedereen vragen om in ieder geval de evaluatieformulier in te vullen. En eventueel ook om een paar eurotjes over te maken via de ticket die in de chat staat. Zodat we dit kunnen blijven vergoeden en eventueel ook nog door kunnen gaan met volgende series. Heel erg bedankt daarvoor en dan zien we jullie hoogstwaarschijnlijk later.